ik ben David, ik ben 20 jaar oud. Ik heb in het Don Bosco Allen Instituut gezeten, waar ik elektriciteit heb gestudeerd en dan een specialisatiejaar stuur- en beveiligingstechnieken. Ik vond veiligheid altijd heel belangrijk in de job, maar ik wou niet als bewakingsagent gaan. Wat er mij vooral aantrok in mijn job was dat we de mensen konden verwittigen als er iets was in hun huis of in hun bedrijf. Omdat we bij mij thuis een paar jaar geleden ook een inbraak hebben gehad. Dus wou ik een job kiezen dat ik de mensen daarvoor kon laten verwittigen door alarmsystemen te plaatsen. Ik ben nu van de dienst onderhoud van de alarmsystemen. Dus bij particulieren ofwel bij bedrijven dat er inbraaksystemen zijn of brandsystemen. Je zit veel op de baan. Het is niet dat je baas altijd bij u zal zijn. Je bent heel zelfstandig. Je moet een beetje verantwoordelijkheid. Het is niet dat je bij de mensen toekomt en zegt het is in orde als het niet in orde is. Hallo meneer, het is de technieker van GVRS. Het is om u te zeggen dat ik binnen een kwartiertje bij u zal staan. Ik ben hier direct begonnen bij GVRS met een bediendencontract om bepaalde duur. Dat was wel heel tof dat ze mij dat direct na school aanbieden. In plaats van zo'n contract van 6 maanden op proef en dan zullen we wel zien. De mensen zijn ook altijd blij als wij komen, als we zeggen daarna dat het onderhoud goed is, dat hun systemen nog goed werken. Je voelt ook bij die mensen dat er een opluchting is. En dat vind ik het toffe aan mijn job eigenlijk. Dat de mensen blij zijn als we toekomen en als we vertrekken.